Met het mooie weer kan natuurlijk ook Breda Drive niet ontbreken van de evenementenkalender. Helaas kwam de organisatie op 27 juni met het bericht dat Breda Drive dit jaar niet door zou gaan. Naast dat het organiseren steeds moeilijker werd, besefte de organisatie ook dat door de toenemende hoeveelheid plastic de huidige vorm van Breda Drive niet meer past in de duurzame tijd van tegenwoordig. Wat vind jij ervan dat Breda Drive niet doorgaat? Ik vind het wel jammer, want het is wel iets wat er volgens mij jaarlijks in Breda gebeurt. Maar ik snap het ook wel vergeleken met die plastic in het water. Ja. Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Het is geen zee, zal ik maar zeggen, waar je allemaal... Dus ik weet ook niet hoe de visstand is daar. En snap je? Dus ja, dus daar kan ik eigenlijk geen mening over geven. Het is voor de deelnemers heel jammer, maar ik vind het wel een goede keuze. Want er belandt wel echt heel veel plastic gewoon in het water tijdens zo'n festival. Ik heb persoonlijk helemaal niks met Breda Drive, dus ik wist niet eens of wanneer dat was. Dus ja, voor mij, ik heb er weinig last van, zeg maar. Ik weet niet wat de overlast is. Als het duidelijk is dat er zoveel overlast is dat het niet in verhouding staat tot het plezier dat het heeft, dan moet het afgelast worden. Maar daar moet wel kritisch over nagedacht worden. Want ik denk niet dat je zomaar het plezier van mensen moet weghalen, als het ook op een andere manier opgelost kan worden. Bijvoorbeeld met een actie van tevoren. We gaan dit festival doen, maar zorgen ervoor dat het plastic in de boot blijft. Ja, dat zoiets. Dat gebeurt niet, Jacques. Nee, dat gebeurt niet. Dat zie je nou ook zelfs met de plastic flesjes die gewoon worden weggegooid terwijl er statiegeld op zit. Dat moet heel wat overheen gaan, denk ik, voordat je mensen zover krijgt dat ze dat niet meer doen. Is er iets wat jullie in je leven doen om het plastic afval een beetje te proberen te verminderen in je eigen leven? Ja, afval scheiden. Voor de rest niet per se iets waar ik echt goed over nadenk of zo. Ik scheid het wel, want ik vind dat zelf ook wel belangrijk. Maar voor de rest, ja, niet per se. Ik verminder bijvoorbeeld als ik iets koop bij het kruidvat of zo, dan koop ik meestal geen plastic. Behalve als ik het doorstep. Maar ja, ik probeer het wel, maar het lukt niet altijd even goed. Ja, we zijn wel bezig met een beetje duurzaam leven. Bijvoorbeeld plastic tasjes. We nemen eigenlijk altijd zelf gewoon linnen tassen mee. Bijvoorbeeld met shoppen ook. Nu heb ik dat ook. Voor de rest zo min mogelijk gewoon plastic ook kopen. Bijvoorbeeld fruit. Als je dan gewoon los kan kopen, gewoon lekker los kopen. Op de markt kopen. Ik heb een tijdje bij mensen flessen verzameld en echt afval. En dan ging ik het inleveren en ja, weggooien. Ja, ik ben lid geworden van een soort pluktuin. En daar pluk ik dus mijn eigen groenten biologisch. Dus daar heb ik geen plastic zakjes en verpakkingsmateriaal voor nodig. Dat is één ding. Goed. Ja. Nee, ik heb daar geen actie op ondernomen. Behalve dat ik met mevrouw meega af en toe naar de pluktuin.